Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een morning routine, dus hoe mijn ochtend eruit ziet als ik een wedstrijd heb. Dit keer had ik een dressuurwedstrijd en ik wens jullie veel plezier met het kijken naar deze video. Mijn telefoon ligt altijd naast me op mijn nachtkastje en die gebruik ik ook als wekker. Als hij voor de eerste keer gaat, dan zet ik hem zo snel mogelijk weer uit. En dan draai ik me vaak nog eventjes om. Ik vind het heerlijk om nog eventjes in mijn bed te liggen. Soms val ik nog een klein beetje in slaap. En anders dan lig ik gewoon nog eventjes lekker van mijn bed te genieten. 10 minuten later gaat mijn wekker voor de tweede keer. En dan ga ik wel echt wakker worden. Dan pak ik mijn telefoon en haal ik de oplader eruit. En dan check ik allereerst eventjes of ik nog nieuwe berichten heb. En daarna is het tijd om mijn social media te checken. Ik ga altijd eventjes langs Instagram. Ook kijk ik eventjes op Facebook of er nog nieuwe berichten zijn. Vaak mensen die op wedstrijd zijn geweest of een training hebben gehad met hun paard. En als ik tijd over heb, kijk ik ook nog eventjes een YouTube video. Dat vind ik altijd echt heerlijk om daar wakker mee te worden. Zodra ik de video heb gekeken, leg ik mijn telefoon weer op mijn nachtkastje. En dan is het tijd om naar bed te gaan. Na een lange nacht slapen is je blaas vaak best wel vol. Dus als eerste ga ik dan naar de wc. Die is gewoon schuin tegenover mijn kamer. Dus dat is best wel fijn. Dan is het tijd om te gaan omkleden. Ik doe mijn kledingkast open en vandaag is het natuurlijk heel erg makkelijk wat ik moet aantrekken. Daar hoef ik niet zo lang over na te denken. Ik pak gewoon mijn wedstrijdshirtje en mijn witte wedstrijdbroek en dan ga ik me omkleden. Mijn witte wedstrijdrijbroek is van Equilijn en die vind ik gewoon heel erg mooi en die zit ook ontzettend lekker. En dit is mijn wedstrijdshirtje. Deze heb ik vaak aan met dressuur, omdat hij van die lusjes heeft zodat je plastron op zijn plaats blijft. Dus dat is wel erg fijn, dan blijft het gewoon goed zitten. En hij heeft ook leuke glitterknoopjes. Dan ga ik mijn make-up doen. Dit doe ik meestal in de badkamer, omdat ik hier goed licht heb en een fijne en grote spiegel. Allereerst maak ik mijn gezicht schoon met een lotion. En daarna breng ik een crème aan voor onder mijn make-up. En ook nog een beetje zonnebrandcrème, omdat het een goede bescherming is voor je huid. Dan doe ik een beetje foundation op, omdat ik best wel een onzuivere huid heb. Ik wil nooit echt een hele dikke laag, maar gewoon net eventjes dat het wat egaler eruit ziet. Tot slot nog een beetje poeder, zodat ik niet zo'n glimhoofd krijg. En ook nog een klein beetje blush. En natuurlijk ook een beetje highlighter. Dan loop ik naar zolder. Daar hangt namelijk mijn wedstrijdjasje aan een kledingrek in een hoes. En op mijn kamer pak ik deze toilettas. Daar staat mijn naam op en een paardje. Die heb ik ooit een keertje ergens besteld. En daar heb ik allemaal wedstrijdspullen in. Echt ontzettend handig. Mijn plastron met glitters natuurlijk. Ook deze handschoenen van Hauke Schmid, ook met glitters. En mijn haarnetje of parelnetje met glitters natuurlijk weer voor om mijn knot. Als ik helemaal klaar ben en ik heb alle spullen gepakt, dan ga ik naar beneden. Als mijn jasje in de was is geweest, dan doe ik de speldjes er weer even opnieuw op. Dit keer deed ik het Klavertjes 4 speldje erop. Die heb ik van mijn oma gekregen. Die is echt goud. En ja, ik hoop dat het me geluk brengt. En ik vind het ook wel heel erg mooi staan op mijn jasje. Dan ga ik ontbijten. Dit doe ik dus altijd al als ik helemaal ben aangekleed. Ik pak mijn boter en mijn drinken uit de koelkast. Dan pak ik een bord uit de kast. En meestal eet ik 2 broodjes in de ochtend. Ik doe er eerst boter op. En ik eet eigenlijk bijna altijd pindakaas op mijn brood, omdat ik dat gewoon heel erg lekker vind. Dus ook nu deed ik dat weer op mijn brood. En dan schenk ik mijn drink in. Ik heb lactose-intolerantie. Dat betekent dat ik geen melk kan verteren. Dus ik heb speciaal drinken van Alpro Soja. En dit is dus met soja gemaakt in plaats van met melk. Soms ontbijten we met z'n allen, maar dit keer had mijn moeder bijvoorbeeld al ontbeten. Dus ging ik zelf eventjes aan de eettafel zitten. En dan check ik meestal eventjes mijn Instagram of mijn social media. En soms kijk ik ook een video als er een leuke is geplaatst die ik nog niet heb gekeken. Dus nu keek ik ook weer eventjes een video op YouTube. En tegelijkertijd eet ik even mijn broodje op. En als ik klaar ben met ontbijten, dan ga ik in de keuken mijn tanden poetsen. Daar heb ik namelijk een tandenborstel staan voor in de ochtend. Het scheelt weer tijd, hoef ik niet nog een keer naar boven te lopen. Als ik dan nog een beetje tijd over heb, dan ga ik nog eventjes knuffelen met mijn hondje Penny. Ik vind het altijd echt heerlijk om met haar op de bank te liggen en gewoon lekker te knuffelen. Daarna ga ik mijn haren doen. Meestal doe ik dat alvast thuis als ik een dressuurwedstrijd heb. Dan moet je namelijk een knot in je haar. Tenminste, dat staat wel zo netjes. Meestal doet mijn moeder dat, omdat het dan gewoon super netjes zit.
en ik er zelf natuurlijk niet zo heel erg goed bij kan. Allereerst maakt ze dan een staart in mijn haar, zo laag mogelijk, zodat mijn cap er nog goed overheen past. Dan doen we een donut in mijn haar, ga ik een beetje naar voren zitten, zodat ze het er goed omheen kan doen. Ik heb best wel dik haar, dus dat is soms wat lastig, maar ze draait het er altijd een beetje omheen en dan doet ze er een grote elastiek omheen. En om het dan netjes bij elkaar te houden, doen we er een haarnetje om. Die draai je gewoon 2 keer om mijn knot heen. En dan zit die net wat steviger en dan is het wat meer een bolletje. En om het af te maken, doen we dan dus het parelnetje eromheen met de glitters die jullie eerder in de toilet al zagen zitten. En om het helemaal af te maken, doen we dan nog 2 witte elastieken eromheen. Dan zie je dus niet het begin van het haar en ziet het er extra strak uit. En dan is het tijd om naar stal te gaan. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden en tot de volgende keer weer.